Taco Remkes, helaas geen kaart voor de Europese Tour volgend jaar. Dat moet ontzettend zuur zijn. Ja, dat doet wel eventjes pijn als je het nu zo zegt, ja. Maar ja, gewoon, weet je, 100 holes super gespeeld en gevochten voor alles wat ik waard was. En ja, op 12, ja, die brak wel eventjes, ja. Althans, die voelde ik wel eventjes, die deed pijn. Dus ja, en daar ben ik eigenlijk niet meer van opgekrabbeld. Dus ja, zuur. De eerste 9, 10, 11 holes zag het er helemaal naar uit dat het goed ging komen. Had je zelf dat idee ook? Ja, eigenlijk geen moment dat ik dacht van nou, ik ga het niet halen. Ik speelde solide, T2 Green was ik goed. Ik gaf mezelf veel kansen. Ze gingen er net niet in. Dus ja, eigenlijk geen moment dat ik dacht van nou, ik ga het niet halen. Ik dacht, ja, 3-4 ronden, dat is gewoon nog tot de mogelijkheden. En dan haal je het makkelijk. Dus nee, dat het zo eindigde, dat had ik niet zien aankomen, nee. Dan maak je die triple bogey op hole 12. Hoe komt een mens dan aan de finish? Hoe speel je die laatste holes in hemelsnaam uit? Ik had nog niet echt de hoop verloren. Maar ja, ik wist wel dat er snel birdies moesten komen. En op 13 maak nog een goede up en down. En op 14 sla ik op een meter of anderhalve meter en die mis je. Ja, en dan weet je eigenlijk wel dat het zo goed als gedane zaak is. Dus ja, op dat moment dan ben je ook eigenlijk overal en nergens, behalve hier op die banen, weet je niet meer. Dan zie je die fairway niet meer, dan sla je hem eigenlijk maar weg. Maar ja, dan loop je eigenlijk voor spek en bonen. Qualifying school, het hardste toernooi wat er is? Ja, nu wel even, ja. Kijk, vorig jaar stonden we hier met euforie, met z'n vijven. En nu zit je toch wel eventjes er doorheen in je eentje. Dus ja, die komt aan, ja. Okay, sterkte, dankjewel.